Het woord aan mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren, die een vraag gaat stellen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij afwezigheid van de minister van datzelfde ministerie over het bericht dat er alarm is geslagen over een nieuwe antibiotica-resistentie. Mevrouw Thieme, gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Het RIVM en het Centraal Veterinair Instituut slaan alarm vanwege weer een nieuwe antibiotica-resistentie door het gebruik van colestine in de vee-industrie, een antibioticum. Dit geneesmiddel is het laatste redmiddel voor mensen tegen resistente bacteriën als ze een infectie hebben. Op flinke schaal komt deze resistente bacteriën voor in China, op kippenvlees, kalkoen en varkensvlees. Maar ook in Nederland is deze resistentie aangetroffen op kippen- en kalkoenvlees. Voorzitter, de letterlijk ziekmakende vee-industrie lijkt zich van schandaal naar dierziektecrisis naar schandaal te bewegen. En deze staatssecretaris kan mij vanuit zijn portefeuille niet een einde maken aan de bio-industrie. Maar ik zou wel graag het volgende van hem willen weten. Kan de staatssecretaris aangeven of colestine-resistentie in Nederland ook voorkomt bij varkens, zoals dit in China het geval is? En is de staatssecretaris bereid om samen met zijn collega van Economische Zaken onderzoek te laten verrichten naar colestine-resistentie die gevoed wordt vanuit de vee-industrie? Daarnaast kan de staatssecretaris aangeven of de NVWA producten controleert en handhaaft op de aanwezigheid van deze resistente bacteriën. En is de staatssecretaris bereid om een meldingsplicht in te voeren voor de veehouders en dierenartsen indien de aanwezigheid van resistentie op hun bedrijf is geconstateerd? En kunnen deze gegevens dan ook openbaar worden gemaakt? En tot slot, voorzitter, is de staatssecretaris bereid om de consument te informeren dat er een risico bestaat dat ook op Nederlands vlees resistente bacteriën kunnen bestaan van colestine. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Thieme. Ik geef het woord aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zijn beantwoording van deze vraag. Voorzitter, dank u wel. Zoals mevrouw Thieme ook aangeeft, is antibiotica-resistentie inderdaad een zeer, zeer belangrijk onderwerp. Zoals u ook heeft gezien, zijn de bewindslieden van VWS, maar ook EZ en INM, hebben in juni van 2015 nog een integrale aanpak van antibiotica-resistentie aan de Kamer gestuurd. En inderdaad ook het signaal dat colestine is inderdaad een laatste redmiddel antibiotica. Met andere woorden, het wordt gebruikt als niets anders meer werkt. We moeten daar dus zeer zuinig op zijn. En de boodschap is, die de Kamervraag is ingegeven door het feit dat uit recente onderzoekgegevens uit China is het vermoeden dat een resistente eigenschap makkelijk van de ene bacterie naar de andere kan worden overgebracht en dat dus ook inderdaad overdracht van dier naar mens kan plaatsvinden. Als dat vermoeden klopt, dan zou dat een zorgelijke ontwikkeling zijn, omdat we dat natuurlijk heel nauwgezet in de gaten moeten houden. U heeft gevraagd van of dat in Nederland er voorkomt. Bij mensen en dieren gelukkig weinig voor. Afgelopen jaren is dat in Nederland gelijk gebleven. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor een toename in Nederland. We hebben wel de Gezondheidsraad gevraagd dit onderzoek, waar sprake van is, mee te nemen in hun advies, waar ze momenteel aan het werk zijn. Het advies de risico's van de antibiotica-resistentie in de dierhouderij. Wij verwachten dat het advies aan het eind van dit jaar wordt opgeleverd en dan zullen wij in het voorjaar van 2016 uw Kamer laten weten wat de vervolgaanpak zou moeten zijn in de aanpak antibiotica en dieren. En de vragen die u op dat moment heeft gesteld en de controles en de prevalentie daarvan zullen we daar ook bij meenemen. En dus als het noodzakelijk is om op basis van dit onderzoek naar aanleiding van colestine ook extra maatregelen nodig zijn, dan zullen we die ook aan de Kamer laten weten. Voorzitter, ik denk dat het ook goed is om nog even van mijn kant te benadrukken dat, zoals mevrouw Thieme ook terecht zegt, dat antibiotica zich natuurlijk niet, resistentie zich niet aan de grenzen van Nederland houdt. En dat betekent dat de minister van VWS gedurende haar voorzitterschap volgend jaar uitgebreid aandacht zal geven aan antibiotica resistentie en een conferentie speciaal zal houden rondom dit onderwerp in de Global Health Security Agenda. Dus het staat hoog op onze agenda. We zoeken het nader uit met de Gezondheidsraad. Als er aanleiding is tot nadere maatregelen, zullen we die ook nemen en zullen we die in het voorjaar van het komend jaar aan u laten weten. Mevrouw Thieme. Voorzitter, het RIVM wil heel graag nader onderzoek doen. En dat staat dus los van het advies van de Gezondheidsraad. Dus nogmaals de vraag of de staatssecretaris ook de ruimte wil geven aan het RIVM en dan ook de middelen om dat onderzoek te doen naar de colestine-resistentie. Daarnaast had ik ook een vraag gesteld over het beschermen van consumenten. We weten al dat bijna al het kippenvlees resistente bacteriën bevat, de ESBL-bacterie. We weten dat bijna al het vlees op dit moment niet zonder risico is als je dat eet.
Consumenten worden daar niet van op de hoogte gesteld, anders dan dat ze naar een website moeten van het voedingscentrum. Ik vraag aan de staatssecretaris, is hij met mij van mening dat het aan de consument ook moet worden overgelaten of hij of zij dat vlees wil eten en dat het dus ook op de verpakking moet komen te staan dat men een risico neemt door het eten van vlees dat er een resistente bacterie in zit? Voorzitter, dat was een specifieke vraag en een algemene vraag. De specifieke vraag is van of er ruimte voor het RIVM is om daar nader onderzoek op te doen. Daar is het antwoord ja op. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk de Gezondheidsraad hebben gevraagd dit onderzoek mee te nemen in hun adviezen. En ze kijken dan naar alle onderzoeken, ook onderzoeken die nog verricht zouden moeten worden. Twee is, we vragen nou juist advies van de Gezondheidsraad om te kijken van hoe het zit met die antibioticaresistentie en wat dat betekent voor de voedselveiligheid. Dat betekent dat de adviezen die de Gezondheidsraad op dat punt meent ook zullen meegenomen worden in het beleid. Om nu eens in algemeenheid te zeggen, dit is een risico, want er zullen antibiotica in zitten, voorzitter. Dat antibiotica is natuurlijk, wordt ook verstrekt aan dieren om gewoon te voorkomen dat ze ziek worden. Dat moeten we met z'n allen bestrijden. Zijn al grote reductiepercentages zijn al gerealiseerd in Nederland. Ten opzichte van 2009 zo'n 58% reductie. Maar dat betekent dat als de Gezondheidsraad aanleiding ziet om uit een oogpunt van volksgezondheid nadere maatregelen voor te stellen, dan zullen we dat zeker doen en zullen wij de Kamer over informeren. Welk belang, voorzitter, verzet zich er tegen om de consument te informeren over het feit dat er resistente bacteriën kunnen zitten op vlees? Als bijna 100% van het kippenvlees resistente bacteriën bevat. Als bij kalfsvlees, bij rundvlees, bij varkensvlees resistente bacteriën kunnen zijn. Welk belang verzet zich er dan tegen voor dit kabinet om dat op de verpakking te zetten? Dan wordt er dus iets anders beschermd in plaats van de volksgezondheid. Kunnen dat handelsbelangen zijn? Nee, voorzitter, volgens mij hebben we nou juist in Nederland een unieke situatie, ook in internationaal opzicht, dat zowel volksgezondheid als landbouw EZ meewerken om te zorgen dat de antibiotica gebruik wordt teruggedrongen in de veehouderij. Dat is een succesvol beleid. Ik wees erop dat sinds 2009 al een reductie heeft plaatsgevonden van 58%. Er zullen antibiotica nodig zijn, zowel in de humane als de niet-humane niet-humaan gebruik. Dat is om ook gewoon om ziektes te vermijden, ook bij dieren. Dat betekent dat je niet in zijn algemeenheid kan zeggen van dat het nooit meer mag. En dat ook iedereen snapt van dat er soms medicijnen verstrekt worden. Maar het is heel belangrijk om ze terug te dringen. En nogmaals, als er vanuit volksgezondheid optiek reden is om nadere maatregelen te nemen, zullen we de Kamer daarover informeren. Voorzitter, we hebben gezien wat dat heeft betekend tijdens de Q-koortsepidemie. Toen zei de kabinet ook rustig tegen de burgers, laat u het maar aan ons over, wij beschermen u. En we hebben gezien dat dat duizenden mensen ziek heeft gemaakt en 23 mensen heeft laten overlijden. Dus in dit geval vraag ik nog steeds aan de staatssecretaris, waarom mag de consument niet zelf bepalen en zelf geïnformeerd worden ook dat er een risico bestaat om doodziek te worden van vlees omdat er resistente bacteriën op bestaan waar geen middel tegen is bestemd? Voorzitter, omdat dat in zijn algemeenheid een te algemene stelling is. Er zullen medicijnen worden gebruikt om ook dieren die ziek zijn of te verhinderen dat ze ziek worden, om daarvoor middelen gebruikt te hebben. Dat kan veel minder. Daar is een actief beleid op gezet. En juist, ook mede naar aanleiding van de Q-koortsaffaire, is er een hechte samenwerking tussen VWS en Economische Zaken om te zorgen dat dat een gezamenlijke aanpak is, waarin u ook geïnformeerd bent en alleen van het advies van de Gezondheidsraad nog verder over geïnformeerd zult worden. En voorzitter, ik verwijs u dan naar de toezegging dat wij aan de hand van het advies van de Gezondheidsraad aan het eind van het jaar, u begin 2016, eventuele nodige vervolgstappen zullen doen toekomen. Voorzitter, tot slot. De staatssecretaris vraagt van de burger om vertrouwen en dat zij het goed gaat oplossen. Dan verzoek ik nog de staatssecretaris antwoord te geven op mijn vraag of er dan ook een meldingsplicht is of zal zijn voor veehouders en dierartsen als zij colistineresistentie op het bedrijf aantreffen en of dat dan ook openbaar wordt gemaakt. Staatssecretaris. Voorzitter, daar is onder andere naar het advies van de Gezondheidsraad op gericht. Namelijk, zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan colistinegebruik? Dat advies van de Gezondheidsraad zullen we alsdan moeten wegen. En dat betekent dat we in het voorjaar van 2016 nu over eventuele maatregelen nog nader kunnen informeren. Ik wil en kan daar nu nog niet op vooruitlopen. Dus we moeten nog maanden gaan wachten en ondertussen is de burger nog in het ongewis. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat wij hier een heel nauwgezet beleid voeren dat als er gezondheidsrisico's zijn, dat ze worden uitgezocht. Dat we de raad die daarvoor is opgericht, namelijk de Gezondheidsraad, om op die gezondheidsrisico's te screenen, dat we die de gelegenheid geven om daar een advies over uit te brengen en op basis daarvan eventueel beleid te ontwikkelen. Dat is ook de gang van zaken zoals we dat ook in Nederland hebben afgesproken. Mevrouw Voortman.
Voorzitter, de staatssecretaris geeft aan het een te algemene stelling te vinden om te zeggen dat er sprake kan zijn van gezondheidsrisico's als mensen dit vlees consumeren. Maar dan zou je toch kunnen zeggen van oké, met al die mitsen en maren kunnen we wel degelijk een waarschuwing op de verpakking zetten. Wat zou daar nou precies op tegen zijn om gewoon de consument daar eerlijk over voor te lichten? Voorzitter, omdat die algemene verpakking natuurlijk op zich niks zegt. Dat die algemene, als je een waarschuwing zet van er kunnen antibiotica in vlees zitten, dat wil niet zeggen dat er dan gezondheidsrisico's zijn. En dat betekent dat dat als zodanig niet iets specifiek zegt over welke gezondheidsrisico's dan precies. Dat is de reden waarom we nu in Nederland juist zo op weg zijn om volksgezondheid en antibiotica gebruik in de voedselindustrie, om dat heel nauw met elkaar te verbinden en dan elke keer te kijken, zijn er gezondheidsrisico's aan verbonden? Ik wijs u erop dat ook in internationaal opzicht dat een enorme vooruitgang is en we eigenlijk vooruitlopen op dat we juist in Nederland die combinatie hebben. Dat als er gezondheidsrisico's zijn, dat we dan uitzoeken en daar natuurlijk eventueel ook maatregelen op nemen. Dat zullen we ook in dit geval doen. Dank u wel voor uw antwoorden. U mag nog even blijven, want ook de volgende vraag wordt aan u gesteld. En wel door de heer Van Menen van de fractie van D66. Dus aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. Bij afwezigheid van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vervangt vandaag het halve kabinet, denk ik. Over het bericht Vluchtkind krijgt te weinig zorg. Ik geef het woord aan meneer Van Menen. Voorzitter, afgelopen zaterdag trokken maar liefst 100...